Nieuw in Magic's Video Deluxe 15 is de mogelijkheid tot multicam opname. U heeft opnames gemaakt met twee videocamera's, in dit geval van een voetbalwedstrijd. Die wilt u gaan monteren en tijdens het monteren wilt u gaan bepalen welke beelden u wilt gaan gebruiken. Wij hebben in dit voorbeeld dus zoals gezegd beelden van een voetbalwedstrijd. Normaal gesproken zou u beginnen met monteren op spoor 1. Gaat u een multicam opname monteren, dan legt u de eerste set beelden vanaf spoor 3. De beelden van de tweede videocamera legt u vanaf spoor 5, zoals in dit voorbeeld. Nu zijn de sporen onder elkaar gelegd, alleen nu willen we nog gaan bepalen welke beelden we uiteindelijk willen gaan gebruiken. Klik daarvoor op de knop onder het previewvenster met de twee videocamera's. Op het moment dat u die aanklikt, ziet u in uw previewvenster de beelden van spoor 3 en de beelden van spoor 5. We laten nu de opname lopen en terwijl we de beelden laten lopen, klikken we in het venster en kiezen we daarin de beelden die we dus voor de montage willen gaan gebruiken. De beelden laten we lopen en we zeggen we willen de beelden van spoor 3 hebben. Die ziet u direct ook hier worden weergegeven. Nu wil ik die beelden zien van spoor 3. En op deze manier monteert u de opnames en zullen ze direct op de tijdlijn op spoor 1 en 2 in elkaar gezet worden. Dat ziet u hier gebeuren. Dit zijn de reeds gemonteerde opnames. We schakelen net als een echte regisseur over van het ene naar het andere spoor. Door middel van een simpele muisklik. Op deze manier werkt het trefzeker en kunt u precies zien wat u al gemonteerd heeft. Veel succes met de multicam opname.